Wel nee, die zag mij waarschijnlijk zitten. Ja. En die dacht van, ah, die jongen, dat is een prutser, die kan er echt helemaal niks van. En dan had hij eigenlijk op dat moment ook gelijk in. In december verscheen het boek The Final Whistle van Marco Machielsen. 21 portretten van evenveel stadions, waarvan een groot deel volgens Machielsen binnen nu en 5 jaar verdwenen zal zijn. Een afspraak voor een podcast met deze fotograaf, annex NAC-fan, annex voetballiefhebber, was snel gemaakt. Alleen niet zo snel als de verkoop van zijn boek, want inmiddels is het helemaal uitverkocht. Een signaal van Marco's vakmanschap en liefde voor de vergankelijkheid van de rauwe en authentieke voetbalcultuur. Een podcast over vervallen stadions, oude voetbalboeken, NAC, zijn boek The Final Whistle, of er nog een vervolg hierop komt en nog veel meer. Vanuit het voorportaal van de voetbalhemel, Café Engelenburg in Utrecht, een uur lang kantinepraat tussen Jim Holt US, Edwin Muis en Marco Machielsen. Marco, welkom. Welkom bij de podcast van Staantribune. Hey. Het gekke is, wij ontmoeten elkaar zelden. Je bent een hele bekende naam binnen, nou niet alleen bij Staantribune, maar gewoon bij het voetbal. Met je fotografeert. Ja. Hoe lang doe je dat al? Fotograferen doe ik al sinds 1993 eigenlijk. Sinds ik afgestudeerd ben aan de kunstacademie in Tilburg. En altijd voetbal gefotografeerd of is het ook wat breder? Ja, ik heb ook heel veel andere dingen gedaan. Maar ik doe al voetbal sinds eind jaren 80 eigenlijk. Toen ben ik begonnen bij NAC. Ja. Ik was supporter. En er stond er in het programmaboekje stond er een oproepje. Of er iemand was die foto's wilde maken bij wedstrijden. Ja. En toen dacht ik van, oh, dat wil ik wel. Want ik wist er nog echt helemaal niks vanaf. Technisch gezien. Maar ik wilde heel graag een keer op het veld. Dus dat was voor mij de voornaamste motivatie om te reageren. En toen kreeg ik een reactie van, ja, kom maar. Dan krijg je een kaart en dan mag je op het veld. En dan ga je foto's maken. En zo is het begonnen eigenlijk. Lekker analoog nog, filmrolletjes, ja, dakwerk? Ja, analoog. Zoals ik zei, ik wist er echt helemaal niks vanaf. Dus ik ging daar naartoe met een Minolta X300. Dat is echt een prutscameraatje. Met een 50 mm lensje. En een rolletje van 400 ASA. Voor een avondwedstrijd. Nou, dat was natuurlijk alles. Ja, ik heb daar alles verkeerd gedaan wat maar verkeerd kon gaan. Maar je staat wel bij een avondwedstrijd van NEC op het veld. Had je nog een mentor dan nog daar? Nee, werd totaal niet begeleid. Je zat ook als enige achter het doel, zeg maar. Of zat je achter het doel? Ja, ik zat achter het doel. En de fotograaf van de stem, die was er. En misschien nog een andere fotograaf. Maar ja, dat was een totaal andere tijd. Die zei niet even van, jongen, je moet het zussen zo. Nee, wel nee. Die zag mij waarschijnlijk zitten. Ja. En die dacht van, ah, die jongen, dat is een prutser. Die kan er echt helemaal niks van. En dan had hij eigenlijk op dat moment ook gelijk in. Ik wist er niks van. Ik zat op het veld. Dat vond ik heerlijk. En ik heb die avond, ik had 2 rolletjes bij me van 36. Ja. En ik denk dat ik die avond 3 acceptabele foto's heb gemaakt. Weet je nog welke wedstrijd dat was? Ja, dat was NAC Wageningen. Kijk, verdwenen club, Wageningen. En heb je nog die foto's? Ja, die heb ik nog. Ja, ja. Maar die andere, je had er 3 die zijn gelukt en die andere die heb je niet meer gemaakt. Ja, dat is gewoon niks. Ja, nou ja, er zijn negatieven. Dus je hebt dat filmpje ontwikkeld. Die stop je in een negatief vel en dat bewaar je in een map. Dus ik heb alles nog. Maar ja, goed, dat was dus eigenlijk onbruikbaar spel. En hoe lang heb je dat gedaan? Uiteindelijk ben ik tot 2007 bij NAC gebleven. Wel vanaf met een korte, 93? Dus. Nee, van 89 was de eerste keer al. En ik heb toen tijdens dat seizoen heb ik iets van 7-8 wedstrijden gedaan. Toen is het even gestopt. En toen ben ik 2 jaar later of zo wat serieuzer begonnen. Mm-hmm. En toen, vanaf die tijd heb ik eigenlijk constant bij NAC gezeten. Dus je hebt een gigantisch NAC-archief moet je dan hebben. Ik heb al een flink archief, ja. Ik ken nou een Tilburger in Schotland. Die gaat nu al een beetje dood, denk ik. Maar goed. Een pijnlijke dood is dit, ja. Maar meteen een bruggetje te maken. Je hebt hier allemaal boeken bij. Ja, dat ziet de luisteraar niet. Maar je hebt een avondje NAC ook, had je ook bij, hè? Ja, klopt. Nou, Marco, pak nu dat boek. En dit is een boek geschreven door Sjoerd Moussou met heel veel foto's van jou. Ja. Maar dit is nog lang niet alles wat jij hebt. Nee, dit is eigenlijk een soort. Dit boek is een soort doorsnede wat ik in die 15 jaar heb gedaan. En er zitten ook nog nieuwe foto's bij. Want ik heb het dus tot 2007 gedaan. Toen werd ik bedankt voor bewezen diensten. En het boek van Sjoerd Moussou kwam in 2013 uit, volgens mij. De Pocket-uitgave. Mm-hmm.
Er zijn er echt ongelooflijk veel van verkocht. Voor een boek over een provincieclubje. Toen heeft Sjoerd eigenlijk besloten om er ook een soort luxe editie van te maken. En daar mocht ik alle foto's voor leveren en ook nieuwe foto's maken van het nieuwe stadion. Ja. En dat was heel leuk, want ik heb in 1995 heb ik voor het stadsarchief in Breda heb ik het oude stadion vastgelegd. En dat deed ik toen met een 6x6 camera. En dat heb ik voor het nieuwe stadion ook weer gedaan. Dus ook analoog met een 6x6 camera. Ja. Dus dat was heel leuk. Dus die foto's die staan in dit boek. Hey, hoe werkt dat bij jou, Marco? Misschien zijn dat parallele werelden, hoor. Word jij heel erg blij om met een collega-fotograaf te praten over lenzen en fototoestellen? Of is het echt als ik een oud, ranzig, vervallen stadion binnenloop, krijg ik een klein stijf piemeltje in de broek, zoals Joris, onze vriend uit Schotland, zou zeggen? Hoe werkt dat? Techniek, daar ben ik niet zo heel erg mee bezig, moet ik zeggen. Camera's, lenzen en zo. Ik bedoel, je hebt het nodig, je hebt goed spul nodig. En ik heb natuurlijk ook geleerd dat je beter iets meer kunt betalen voor een goede lens. Ja. Want daar heb je echt heel veel aan. Maar verder interesseert me eigenlijk is meer je voetbalhart? Wat, ja, tuurlijk. Ja. Op het moment dat ik een mooi oud stadion zie, dan daar gaat het om. Ja? En niet zozeer om heb ik nou wel de perfecte lenzen bij me. Want ik werk eigenlijk heel eenvoudig. Dus heel simpel. Zonder al te moeilijke technische foefjes. Ja. En gaat er ook echt je voorkeur naar uit, naar die oude vervallen meuk? Ja, toch wel. Die wij allemaal natuurlijk heerlijk vinden. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, daar gaat echt mijn voorkeur naar uit. Ja. Want hoe is het bijvoorbeeld als je in... Want de laatste tijd worden er veel stadions... Of de laatste 20 jaar. Waaronder bij jouw NAC. Vindt een nieuwbouw plaats. Hoe kijk je daar tegenaan? Maar dan kun je er ook mooie foto's maken. Zeker. Een nieuw stadion kan heel mooi zijn. Ja. Probleem is gewoon dat vaak bij nieuwbouw... weinig fantasie wordt gebruikt. Zo'n club heeft een oud stadion. Daar kunnen ze de sponsors niet meer kwijt. En dan wordt er besloten van oké, we gaan iets nieuws bouwen. Maar vervolgens gaat het vooral om de praktische kanten. En ze vergeten vaak om er iets leuks van te maken. Want het kan best. Maar ja, vaak worden... En dan, als ik het dan over NAC zelf heb. Ja. Die hadden, het oude stadion was natuurlijk totaal versleten. En dat kon ook echt niet meer. Maar wat ze ervoor terug hebben gezet is niet geweldig fantasievol, zullen we maar zeggen. En dat is wel jammer. Daar hadden ze echt wel meer van kunnen maken. Wat hadden ze bijvoorbeeld kunnen doen? Nou ja, wat je in het oude stadion had, was die gekke grote hoofdtribune. Die was eigenlijk veel te groot voor het stadion, maar die gaf het stadion wel heel veel karakter. Ja, waarom doe je niet zoiets ook in het nieuwe stadion? En, iets waardoor een stadion karakter krijgt en dat ontbreekt er een beetje aan in het nieuwe NAC-stadion. Ja, of is het ook gewoon nieuwigheid? Dat kan ook, hè? Dat het gewoon even 20 jaar nodig heeft om te slijten. Ik ben ook nostalgicus, zoals ze dat noemen. Dus ik hou van die oude dingen. Maar ik besef ook dat vooruit moet. Ja. Ik besef dat het nieuwe stadion van NAC, dat was toen wel echt noodzaak. Ja. Maar gebruik dan iets meer fantasie. Probeer gewoon iets geks in zo'n stadion te doen. Of iets. Probeer weer zo'n mooie grote hoofdtribune te maken of iets anders. En ja, goed. Daar zijn die clubs niet zo mee bezig. Nee. Het is wel schitterend dat jij als supporter, zeg maar, achter het doel, dan bleef het nog intensiever, zeg maar. Weet je hebt alles door je lens gevolgd, zullen we zeggen. Hè? Dat oude stadion. Ja, ik heb er natuurlijk eerst 10, 15 jaar als supportertje rondgelopen. Ja. Ook al wel een paar jaar als fotograaf. En op het moment dat ik contact had met het Stadsarchief in Breda om die foto's te maken, wist ik al precies welke foto's dat ik wilde maken. Ja, ja. En ik kende dat stadion als mijn broekzak. Ja. En, dus het was eigenlijk gewoon een kwestie van die plekjes aflopen en foto's maken. En natuurlijk maak ik ook dingen die je niet van tevoren hebt bedacht. Maar zeker een aantal foto's had ik gewoon al in mijn hoofd zitten. Ja, ja. Hey, en, toch nog even terug naar die tijd dat je net begon. Dus dat is toch grappig dat jij dan opeens achter het doel zat. Ja. Weet je wel, dat kan je nu ook bijna niet meer voorstellen. Dat je zo bij NAC of Ajax of Feyenoord zo even achter het doel zit. Het feit dat je vroeger Piet Bout. Ja. Bij Ajax heb je Louis van de Vuurst. Ja, die is nu net gestopt, geloof ik.
Maar het is toch grappig dat jij opeens achter het doel zat. Zag je je vrienden zo op de B-side staan? Ja, zoiets. Ja. Dat was wel heel bijzonder, ja. Ja. Maar had je nog pijn in je hart toen ze de Beatrixstraat gingen verlaten? Of, Ja, wel, natuurlijk. Dat deed wel pijn. Maar ja, wat ik zeg, het was onvermijdelijk. Het moest. Het was echt wel een oude gare bak. Dus ja. Maar dat kan er nog wel pijn doen, ja. Maar je kent natuurlijk ook al die mensen goed die daar toen bij NAC werkten, neem ik aan. Van de materiaalman, de wasvrouw. Nou ja, ja, ik kende wel mensen, ja. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen meegegaan naar het nieuwe stadion. Mm-hmm. En, nou moet ik ook zeggen, in het begin, toen ik daar net begon bij NAC, toen was het allemaal nog niet zo warm. Ja, ja. Want het was echt wel een vrij harde omgeving eigenlijk, hoe ik daar begon. Ja? Ja, wat ik net al zei, hè, ik reageerde van, ja, ik wilde wel foto's komen maken. En was van, ja, kom maar. En dan ging je daar naartoe, kreeg je zo'n kaart in je handen gedrukt. En dat deed je dan tegen een onkostenvergoeding. Dus dan verzamelde je bonnetjes van je filmpjes, van je papier en zo. Dat ging echt om kleine bedragen. En dan verzamelde ik van een aantal wedstrijden. Oh. En dan ging ik op een gegeven moment naar de administratie. En daar zat Nettie. En Nettie was de echte baas bij NAC. Dat was een secretaresse eigenlijk. Maar die deelde de lakens uit. Die ging over de kaartjes en die ging eigenlijk overal over. Dan zei ik van, ja, ik heb al onkosten gemaakt. En dan werd er gekeken van, daar heb je meer. Ja, ja. Dat is een film, dat is een foto. En dan werd er met een lang gezicht werd er een klein geldkistje gepakt. En dan kreeg ik mijn geld op de cent af. En dat was het dan. Wat grappig, want mijn kennismaking met NAC is uit den tijde van Bob Maaskant, ja, vader van Robert. En ik heb al een NAC is een warme club, Bourgondische club. Dat is een beetje mijn connotatie. Het is later ook wel goed gekomen. Nettie bleek later een hele lieve vrouw, maar die zat daar natuurlijk heel de dag. En die kreeg heel de dag mensen voor zich die iets van haar wilden. Ja. Dus voor mij, voor haar was ik iemand, daar komt hij weer met zijn bonnetjes. Hè. Dan komt de zaak weer je oplichten en dan zal we te veel materiaal hebben gekocht en zo. Want daar werd ze de hele dag mee geconfronteerd. Op het moment dat je daar wel langer bent, dan kom je daar ook achter. Maar dat begin was vrij kil. Hey, en was het moeilijk om aan de ene kant supporter te zijn en aan de andere kant fotograaf? Nee, is niet moeilijk. Nee. Want je volgt een wedstrijd anders, neem ik aan, dan een gemiddelde sport op de tribune. Ja, je kunt niet gaan zitten meeleven. Dat was niet te schelden als een doel. Nee. En dat deed ik op de tribune wel. Dan kwam ik soms schor thuis. Maar dat kun je als fotograaf niet maken natuurlijk. Dus dan horen ze je ook te goed. Ja, goed. Het kan gewoon niet. Het is onprofessioneel. Dus in die zin, dat snapte ik wel gelijk. Op het moment dat je daar zit, dan kun je niet gaan meejuichen met doelpunten. Dat is ook lastig fotograferen. Ja, dat is lastig. Want je probeert natuurlijk een foto te maken op zo'n moment. Ja. Heb je nog een bepaalde band gekregen met bepaalde spelers? Want je was natuurlijk, je zat er altijd natuurlijk. Ja, eigenlijk niet. Nee, ik zocht het niet echt op. Het ging me echt om het voetballen. De derde helft interesseerde me ook niet zoveel. Dus dat is eigenlijk niet zo typisch NAC. Ja, weet je, drink geen bier, hè? Dat is opvallend voor een NAC, hè? Ja, ik vind het niet lekker. Dus waarom zou ik het dan drinken? Ja. Dus dan, wat dat betreft val je dan een beetje uit de boot. Maar goed, daar heb ik nooit last van gehad bij NAC. Maar echte spelers waar ik een band mee heb, die zijn er eigenlijk niet. Nee. Ik had die jongens niet zoveel te vertellen. En zij mij ook niet. Gingen ze wel speciaal voor je neus zo juichen? Nee. Dat was nog niet in die tijd. Hey, en had je wel favoriete spelers? In welke tijd bedoel je? Toen ik begon. Maar op. Toen ik als supportertje net bij NAC kwam. Ja. Toen had ik al een paar favorieten. Koos Waslander. Ja. Was een enorme, typische NAC-speler ook. Roy Koos. Ja. Snelste Koos. Doelpunt ooit. Ja. Acht seconden, dacht ik. Ja. Was natuurlijk geen geweldige voetballer. Maar wel typische NAC-voetballer. En die was ook heel populair. Dus dat was echt wel een soort idool. En Guus van der Borgt. Ja. Vond ik toch ook wel. Dat was echt eigenlijk een mooie speler ook, hè? Ja. Een jongen uit de regio. En die, toen ik net supporter was, kwam hij heel erg op. Was echt een groot talent. En die scoorde veel en deed het goed. Dus dat was ook wel een soort idool. Ton Lokhoff, natuurlijk. Er zijn wel drie verschillende type spelers, als ik het zo hoor. Ja. Maar omdat ze eigenlijk in de tijd dat ik net begon als supporter, waren zij heel groot bij NAC.
Dus zij hebben heel veel indruk gemaakt op mij. Ja. Ja. Zelfs Ad Kreijne heeft indruk gemaakt. Ad Kreijne. Een heerlijke naam. Ja, ja, dat was echt eigenlijk niet een hele goede verdediger. Wel heel hard, maar die maakte ook wel eens regelmatig foutjes. Ja, weet je, dat was een ongepolijste speler. En die hoorde wel bij NAC. Dus dat was wel mooi. Mis je dat de laatste tijd een beetje, dat soort types? Nou, je hebt ze sowieso niet heel veel meer. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, voetbal is natuurlijk heel erg veranderd. Ja. En als je de elftal van begin jaren 80 kijkt... Ja. Ja, dan zie je jongens bijstaan waarvan die zou het nou waarschijnlijk ook niet meer redden. Maar het is wel steeds, het wordt steeds moeilijker in het algemeen ook, denk ik, om een band te krijgen met een elftal. NAC heeft die samenwerking met Man City. Ja. Ja, dan krijg je jongens die worden daar, dat is derde garnituur in Manchester. En die komen naar NAC. En die komen voetballen en die hopen dan via NAC bij een goede club terecht te komen, ja. Zal ik maar zeggen. Wat zou je liever hebben? Gewoon jongens uit Brabant? Of, ja, niet per se uit Brabant, maar ik bedoel, jongens waar je toch wel iets meer een band mee hebt. Of meer typische NRC-spelers, vind ik. Ja, die hoort bij NRC. Wat is een typische NRC-speler dan? Ja, dat is het cliché natuurlijk. Geen idee. Het is niet alleen maar rennen. Ja, bier drinken, rennen en een mat. Het is meer dan dat. Dat is Koos Waslander, Gerard ten Haan, dat soort spelers. Dat is het cliché. Dat zijn NAC-spelers. Ja, toch ook wel types als Guus van der Boy. Je hebt ook technische spelers heel vaak bij. Ja, wel, maar die zijn niet zo populair als die houthakkers. Nee, okay. Mensen zien graag slidings in Breda en spelers die tot het gaatje gaan. En we hebben bijvoorbeeld Archil Avalatse gehad. Ja. Zo rond 2000 was er volgens mij. Was een hele goede voetballer. Ik denk dat hij bijna net zo goed was als zijn broer die bij Ajax zat. En die was wel populair, maar we vonden hem toch ook wel een beetje laconiek. En dat was wel jammer. Dus die echte liefde is nooit van de grond gekomen tussen die supporters en zo'n Avalatse. Heb je ook eens een hekel aan een speler gehad bij NSC? Kan ook lekker zijn namelijk. Nee, niet echt. Nee, okay. Nee. Ik zie Ajax, zei hij, en ik zie jou meteen naar mij kijken. Van, je verwacht je reactie natuurlijk, hè? Nee, dat is een beetje in de lopende. Ik wilde even een Feyenoord sausje overheen gooien. Nee, kom op, ja. Bij Ton Lokhoff schiet me meteen een anekdote binnen van Jozef Kieprich. Daarna gaan we over op een ander onderwerp, hoor. Maar de eerste woorden die Jozef Kieprich sprak toen hij in Nederland was, waren dikke tieten, hiele grote bek en Lokhoff dikke drol. Dus, die wilde ik toch even meegeven aan de luisteraars. Hey, maar, klopt wel trouwens, bedoel. Het is niet dat hij gelogen heeft. Ik denk, Lokhoff van Rus wel aardig voetballer. Bij Feyenoord was het minder, maar dat is een hele goede voetballer. Bij NSC was hij wel op zijn best, toch? Olympique, ja, naar PSV. Olympique Nîmes, volgens mij, is een goed trainer. Maar PSV heeft het heel goed gedaan. Volgens mij een paar interlands ook nog gespeeld. Ja. Maar er liggen nog meer boeken. Of had jij een ander bruggetje? Ja, want we zijn begonnen met NAC, hè? Ja. Maar je hebt ook nog... heb je misschien een bepaalde volgorde hier in die boeken? Je hebt een paar boeken meegenomen. Nou ja, deze heb ik ook meegenomen. Dat is The Football Grounds of Great Britain. Mm-hmm. Door Simon Inglis. Dat is een boek, heb ik ooit begin jaren 90... kwam ik erachter dat boek bestond. Ja, dat is een beetje de Bijbel voor het Engelandvaarders, hè? Ja, eigenlijk wel. En ik kwam erachter dat het bestond. Ik weet niet hoe, want we hadden natuurlijk nog geen internet en zo. Ik heb het waarschijnlijk in een blad zien staan. Toen heb ik het besteld bij Donner in Rotterdam. Ben ik ook met de trein daar naartoe gegaan als studentje om het te halen. Ja, en dat was zo'n fascinerend boek. Ik heb het geprobeerd te lezen, maar dat was toen heel moeilijk. Maar wat is er zo fascinerend aan in het boek? Het is de fotootjes die erin staan, die zijn niet geweldig. Veel tekst? Heel veel tekst, maar ja, die fotootjes, de meeste foto's zijn niet zo goed. Maar je krijgt wel iets mee van die magie van die oude stadions. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal foto's uit de jaren 80 nog. Dus de stadions waren toen nog vrijwel in een oude vorm. Ja, daar kunnen uren doorheen bladeren en dat heb ik dan ook gedaan. Zou je zoiets over Nederlands, want het gaat over heel veel clubs, zou je zoiets over Nederlandse clubs willen maken? Willen maken? Ja, willen. Met die stadions? Ja. Nou, de stadions die op dit moment in Nederland staan, die vind ik over het algemeen niet heel erg boeiend. Is het dan ook niet juist de kunst of de uitdaging, of geef er even een raar woord aan, mm-hmm, om er een mooie foto van te maken? Ja, tuurlijk. Heb ik ook gedaan, twee seizoenen, of vorig seizoen. Ja. Heb ik een rondje gemaakt langs alle eredivisieclubs. En dan kom je erachter dat overal, tuurlijk kun je overal iets maken, want elke club heeft zijn eigen cultuur. Ja. En
En dat was bij de ene club is dat makkelijker dan bij de andere. Ja. Maar ja, goed. En, ja, bij sommigen was het heel moeilijk. Ja. Het is gewoon hard werken. Ja, je hebt natuurlijk, ja, ik zit hier bijvoorbeeld naar een foto van Chelsea te kijken. Van Stamford Bridge. Maar dat is natuurlijk onherkenbaar met hoe het er nu uitziet. Ja. Newcastle gaat hetzelfde voor. Ja, eigenlijk voor een heleboel stadions. En je hebt niet zo gek veel. Je hebt natuurlijk niet zo gek. Ja, je hebt niet zo heel veel. Of tenminste, in Nederland heb je natuurlijk heel veel nieuwbouw. Gewoon echt een compleet nieuw stadion. In Engeland doen ze het gelukkig nog vaak. Niet altijd, maar nog vaak op dezelfde plek. Dan kan je wel zo'n boek maken. Maar ja, in Nederland, ja, wat is er nu nog een beetje oud? Dat is het Philipsstadion, de Kuip, de Koel. Adelaarshorst, dan kom je meer in die categorie clubs. De eerste divisie, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel gewoon compleet nieuwe stadions. Den Haag, AZ, ja, noem maar op. Ja. NAC natuurlijk, ja, tenminste dat is ook weer 20 jaar oud. Nee, dat is al bijna 25 jaar oud. Ja, Willem II. Ja, die is ook al wat ouder. Ja, die is ook grondig verbouwd. Natuurlijk een jaren 90. Roda is natuurlijk helemaal nieuw. Dat staat er nog wel, Kaalheide. Je zou er wel iets leuks mee kunnen doen met die oude stadions en de nieuwe. Een boek. Ja. Maar dit boek, dat wakkerde ook jouw liefde voor Engeland aan. Ja, zeker. Zeker. Toen ik wist natuurlijk dat daar wel de stadions stonden. Dat wist ik al wel. Maar in dit boek staan zoveel plaatjes. Echt wel. Ja, daar toch wel dacht van, oeh, daar wil ik eigenlijk wel een keer naartoe. Alleen dat was natuurlijk een andere tijd dan nu. En om dan ook daadwerkelijk naartoe te gaan, ja, daar kwam er nog niet van. Ik was ook nog studentje. Wanneer was de eerste keer dan? De eerste keer dat ik echt naar Engeland, dat was in 2003 pas. Oké. Toen NAC tegen Newcastle speelde. Ah, kijk. Het Breda's sausje weer. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Spijt me. Dat is wel een legendarische trip geweest, toch? Ja, dat was geweldig. Ja. Want dat was natuurlijk een kansloze wedstrijd. Maakt niet uit, toch? Ja. Maar ja, dat wisten we van tevoren. En dat was gewoon uniek. Ik geloof dat er 4000 Bredanaars mee zijn gegaan. Die hebben de hele wedstrijd zitten zingen, ergens boven in het stadion. St. James's Park is heel hoog. En ze hadden de NAC supporters ook echt helemaal in de hoek, in de nok weggezet. Maar het stadion zat redelijk vol bij die wedstrijd. Ik denk dat er toch wel 40, 50.000 mensen waren. Maar die werden overstemd door NAC. Ja? En dat was wel heel mooi. Dus, maar toen had Newcastle ook echt een topelftal. Ja, Alan Shearer speelde nog. En die scoorde uiteraard ook. Maar het NAC-publiek kreeg een applausje van het thuispubliek na de wedstrijd. Ze van, jullie hebben het goed gedaan. Goed. Dat zijn mooie dingen. Hey, en jij komt dan St. James's Park binnen? Of tenminste, het is niet eens binnenkomen. Het is ook al een vette, zie je de lichtmasten, je ziet het stadion. Begint het dan al? Dat je al een beetje aan het kijken bent naar... Ja, het begint aan de buitenkant al. Ja? Jazeker. Als je naar een stadion toe loopt, dat kan al heel interessante beelden opleveren. Dus dan ben je al alert. Kun je ook als gewone liefhebber kijken? Of is het echt altijd met het fotografenoog? Oh, dit is gaaf. Dit is mooi. Ja, eigenlijk een combinatie. Ja? Je bent liefhebber op het moment dat ik in de buurt van een stadion ben en het is de moeite en ik heb geen camera bij me, ja, dan baal ik. Want dan is het eigenlijk, dan telt het eigenlijk niet mee. Dus ik wil het ook gelijk vastleggen. Ja. Ja. Maak je dan veel foto's met je telefoon? Nee. Want ik weet natuurlijk wanneer ik naar een stadion, dus ik zorg altijd dat ik mijn camera bij heb. Aha. Maak altijd wel een paar fotootjes met mijn telefoon. Maar kan je altijd zo'n grote meenemen? Ja, die foto's ligt hier op tafel. Kan je altijd zo'n grote meenemen dan? Ja, waarom niet? Oké, ik weet niet. Sommige stadions misschien moeilijk doen. Nee, ja, als je naar een stadion gaat, dan ga je voor die wedstrijd. Ja. En het is... Ik kom nooit zomaar toevallig langs een stadion. Maar dat is altijd wel gepland. Als je naar een stadion gaat, neem je ook altijd die foto's stil mee? Of, ja. Dus ook gewoon bij normale thuiswedstrijden van NAC? Dan neem je hem ook altijd mee? Nou nee, als ik als supporter ga, niet bij NAC. Okay. Daar heb ik ook al zo vaak rondgelopen en zoveel foto's gemaakt. Dan kan ik hem wel eens thuis laten. Ja. Maar, ben je een emotionele supporter? Schelden of lekker. Hard juichen? Heerlijk. Ja, toch? Ja, ik ben toch echt wel vaak uit mijn dak gegaan bij NAC. Ja, heerlijk. Hey, en trouwens, er staan helemaal geen foto's in van Newcastle in het boek. Jawel, er staan er al een paar in. We hebben nu het boek Avondje NAC. Niet bij het hoofdstuk Newcastle. Goed, het gaat een beetje ver naar het hele boek doorbladen. Ja, er staan er wel wat in, hoor. Ah, oké. Nou, gelukkig.
Hey, en ja, meteen een brugje maken naar de volgende, want dit is ook een grote liefde van jou. De bosuil. Ja. In Antwerpen, wat is er zo, voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn, wat is er zo bijzonder of was of is bijzonder aan de bosuil? Nou, de bosuil, daar ben ik eigenlijk opgekomen dankzij dit boek. Dat is weer, dat heet Interland. Mm-hmm. Het Nederlands elftal van 1911 tot 1955. En daar stonden foto's in van België en Nederland. Ja, uit die tijd dus. En daar zag ik foto's van de bosuil voor het eerst. En dit is een boek uit van ja, eind jaren 80, denk ik. Mm-hmm. Ik zag de bosuil zag ik wel eens op tv, bij samenvattingen. Op, ja, op de Bels, zoals we dat zeiden. Ja. En toen vond ik dat wel fascinerend. Ik wist dat daar interlands waren gespeeld. En toen ik dit boek in handen kreeg en die foto's zag, dacht ik van, oeh, dit is wel iets speciaals op stadiongebied. Alleen, ja, wat ik net ook al zei, het was een heel andere tijd. Je had nog geen internet, dus ik kon niet even op het Groundhop Forum kijken hoe het ermee stond met de bosuil. Dus je wist eigenlijk niet, ja, in wat voor staat is het stadion? Ja. Staat alles er nog? Dat was heel moeilijk achter te komen. Dus ik heb op een gegeven moment, en dat was ook in 89 denk ik, heb ik besloten om er gewoon maar eens een keer naartoe te gaan. En ik had toen in mijn eentje. Uh-huh. Ja. Dus ik had toen een OV-studentenjaarkaart. Dus ik kon tot Roosendaal gratis. Ja. En vanaf daar een kaartje naar Antwerpen en dan met de tram naar het stadion. En toen kwam ik dus met de tram daar aan. Dan was je op 300-400 meter van het stadion en toen liep ik er naartoe. En heel langzaam doemde het stadion op en toen zag ik dus van, oh, het staat er nog echt helemaal. Het staat er nog zoals op de foto's die ik heb gezien in het boek. Ja, en dat was een gevoel dat heb ik eigenlijk daarna nooit meer gehad. En dat was zelfs zonder wedstrijd nog. Want dat was wel euforisch. Ja, ja? Dat was zonder wedstrijd. Aha. Ja, want ik had geen idee wanneer die gasten speelden. En het was echt op de Bonnefoy daar naartoe. Foto's stel mee of ging je? Ja, kwam okay, maar ook weer, hè, dan nam mijn camera wel mee. Maar er zat dan één lensje op. En ik had twee diarolletjes bij me, denk ik. En dacht van, ja, ik had geen geld ook. Nee, logisch. Ik was blij dat ik iets mee kon nemen. En dan kom je daar aan en dan blijkt het dus gewoon nog helemaal daar te staan. En kon ik gewoon naar binnen. Kon ik gewoon de tribunes op. Niemand die je tegenhield? Nee, het was echt, ik ben ook gewoon niemand tegengekomen. Ja, ja. Dat is ook altijd zo absurd in België. Heel vaak staan dingen daar open. En dan kom ik gewoon niemand tegen. Ja. Ja, vraag me niet hoe het komt. Dat is een heel raar iets. Hey, niet om heel pathetisch te klinken of zo, maar was dat liefde op het eerste gezicht? Was dat, ja, een soort... Zo pathetisch. Ja, maar ja. Het is net als Hans Kraaij senior zijn, met alle respect, en dan iemand afvikken. Maar... of een soort, nou weet ik veel, voetbalvet is of voetbalporno, geef het een naam, maar dat was, ja, het wel direct? Ja, ja, zeker. Ja? Ja, dit was echt wel heel bijzonder. Het was ook echt in de laatste fase dat het stadion nog compleet was. Ja. Ik denk dat, ja, die hekjes. Dat zijn prachtige foto's. 80.000 man in? Nee, 60.000. 60.000. 60.000. Hier hebben we, denk ik. Nee, dit is Beerschot, denk ik. Maar goed, dat was toen. Maar we hebben het idee dat die liefde er nog steeds is. Ja, voor het stadion. Ja, voor het stadion. Ja, het stadion. Ja. Ik ben nooit Antwerp supporter geworden of zo. Ik ben NAC supporter en Antwerp had een fantastisch stadion. Ja. En daarom ging ik daar naartoe. En ik heb dan het geluk dat ik het nog een paar keer heb gezien in zijn oude glorie. Dat het compleet was. Maar een jaartje... Of anderhalf na mijn eerste bezoekje ging de eerste staantribune plat achter het doel. Dus toen begon eigenlijk al de aftakeling van het stadion. Ja, dat duurt tot op de dag van vandaag. Ja. Nu staat alleen tribune 2 nog overeind. Ja, ook niet lang meer toch? Nee, na dit seizoen gaat die ook plat. Ja, dus als je nog echt een beetje de oude bosuil wil zien, moet je dit seizoen, seizoen gaan. Ja, tribune 2 is ook nog, ja, of het boek bestellen van Marco. Ik weet niet of hij nog leverbaar is. Maar... Ja, je kunt het nog bestellen bij Copa. Kijk. Copa heeft het uitgegeven en die hebben er nog wel wat liggen.
En we hadden van de week, volgens mij, had je die allereerste foto heb je ook op Instagram gepost. Ja. Hè? Op de afbeelding 68, hè, is het? Precies. Daar zag je hem. En er was ook nog, je had hem niet doorge... Hoe zeg je dat? Ja, het filmpje zat er nog niet helemaal goed in. Ja. Ik bedoel, een filmpje deed je in de camera en dan moest je een paar keer klikken. En dan zat het er goed op. Je was zenuwachtig? Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben te snel gaan foto's gaan maken. Dus de eerste foto was voor de helft eigenlijk al belicht. Er staat toch een stukje op van de oude boshal. Ook de tribune die als eerste plat is gegaan, die staat daar op. Dus dat maakt het voor mij toch een bijzondere foto. Dat is ook schitterend, hè? Ja, voor de luisteraars, we zitten hier naar een spread te kijken, een foto over twee pagina's met eigenlijk alleen maar, het is een houten bank, hè, hier. Met zo'n beetje zo'n gaar dak. Ja, die hele hoofdtribune is nu helemaal van glas, hè? Ja, dat is gewoon zo'n aquarium inderdaad, zoals je ze zoveel ziet. Ja. Is België sowieso voor liefhebbers van wat oudere vervallen stadions een fijner land dan Nederland? Ja, wel. Ja? Ja, zeker. Zeker. Want in België, in Nederland hebben wij echt de neiging om alles wat oud is of te slopen of dood te restaureren. In België hebben ze toch nog wel meer de neiging om dingen te laten staan. En om het oud te laten worden, daar krijgt de tijd dan nog de kans om aan zo'n stadion te knagen. Dus dat maakt het eigenlijk wel interessanter. Maar het wordt ook snel minder in België, hoor. Er gaat veel weg en het gaat ook vrij hard. Maar er is nog wel meer te zien dan in Nederland. Als jij drie tips zou moeten geven van clubs die nog wel op enig niveau spelen, wat de moeite waard is qua stadion, wat zou het zijn? Ik denk Racing Mechelen. Racing Mechelen, zeker. Ja, maar die zijn wel heel ver weggezonken als je het hebt over niveau. Ja, die zitten op amateurniveau nu. Terwijl ze 4-5 jaar geleden nog tweede klasse speelden. Maar dat stadion is echt fantastisch. Dat is, Oscar van Kesbeek. Ja, kun je terug. Ik ben daar denk ik al 15 keer geweest. Het is nog steeds. Ook daar moet ik mijn camera bij me hebben. Want als ik hem niet bij me heb, dan stomp ik mezelf van mijn hoofd. Ja, ja, ja. Je hebt ook nog Union. Union Saint-Gilloise in Brussel. Een fantastisch stadion. Die hebben onlangs, een paar jaar geleden, hebben ze het stadion vernieuwd. Die hadden ooit staantribunes achter de doelen. En die staantribunes die hebben ze op een gegeven moment een beetje laten verkommeren. Want er kwam toch bijna niemand meer kijken. En daar groeiden zelfs bomen op. Maar omdat ze op een gegeven moment promoveerden naar tweede klas, moesten ze wat meer zitplaatsen hebben. Dus dan hebben ze besloten om die staantribunes eigenlijk weer in eerste instantie weer op te graven. Dus er is een paar maanden waren de oude staantribunes weer zichtbaar. Dus daar heb ik ook nog foto's van natuurlijk, want dat was genieten voor de liefhebber. Maar ze hebben het heel mooi gedaan, heel, heel respectvol. En het stadion is nog steeds heel mooi. Ja, en de lange zijde heb je ook een staantribune, hè? De lange zijde, tussen de grote staantribune. De overkant van de hoofdtribune. Ja. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat je zo'n stadion in een, naast een park, zeg maar. Ja. Dat is heel apart. Ja, dat is een heel bijzonder stadion. Wat is nou eigenlijk het lekkerste stadion in Nederland? Als je met die ogen kijkt, als nostalgicus, romanticus, weet ik het, liefhebber. Ja, nou ja, de Kuip is natuurlijk het ultieme voetbalstadion in Nederland. En dat zeg ik niet omdat Jim erbij zit. Maar, een beetje wel. Maar nou ja, dat is gewoon zo'n geweldig voetbalstadion. Wat maakt de Kuip zo speciaal voor jou? Nou, de architectuur. Ja. Hè? Het is in 1937 gebouwd en toen was het eigenlijk nog mooier dan dat nu is. Maar die architectuur die staat nog gewoon overeind. Dat is gewoon nog steeds geweldig goed gedaan. Ja. En wat de Kuip ook heel mooi maakt zijn die tribunes die vlak aan het veld staan. Die lopen heel langzaam op, waardoor die mensen, die kopjes, die zitten heel dicht boven elkaar. En dat vind ik altijd een heel mooi zicht. En als er dan gejuicht wordt bij een doelpunt, dan zie je daar ook echt. Je ziet die mensen echt opveren, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar zit. En zo, dat is wel heel apart. Ja. Ja. Hoe bekijk jij dan die plannen van een eventuele nieuwbouw van de Kuip? Met leden ogen? Of? Ja, wel, dat is wel megalomaan, moet ik zeggen. Als ze... Een nieuw stadion voor Feyenoord, ja goed, misschien is het nodig, dat kan ik niet echt goed beoordelen. Nee. Maar doe het dan realistisch, en niet op deze manier. Ik heb wel het idee dat dit de mensen echt door de strot wordt geduwd.
Of heb jij liever van, luister, kijk waar je dat ding kan renoveren en het is te mooi. Ja, dat zou ik doen. Ik zou het renoveren. En er zijn ook plannen voor gemaakt. Ja, ja. En dat zou veel goedkoper zijn en het zou ook het zou gewoon goed kunnen. Ik denk dat er heel andere belangen spelen hier. Ja, goed, we gaan er niet altijd diep in. Nee, want, ik heb er ook geen kennis van. Leo Benocke zou zeggen, hebben ze eines toende. Maar, ja, maar kijk, als in Eindhoven het stadion is ook prima verbouwd in natuurlijk allerlei fases. En PSV is de meest succesvolle Nederlandse club van de afgelopen 30 jaar qua landstitels. En in Eindhoven hebben ze niet die plannen. En in Rotterdam moet er dan een compleet nieuw stadion worden neergezet. Met een grotere capaciteit, terwijl het nu al vaak niet vol zit. Waar moeten die mensen dan vandaan komen als de resultaten zo blijven? En in Eindhoven doen ze het niet. En dan zeggen ze, nee, we blijven gaan op dezelfde plek. Maar is het ook niet zo van, even in algemeenheid hoor. Want laat ik niet mijn volken erin gooien. Maar als gewoon, je ziet bij nieuwbouw dat het vaak ook wat meer... Ja, ik vind niks. Ik heb liever die oude meuk. Dat het koud is, het stinkt naar pis. Je moet half uur wachten voor dat je een broodje lauwe rookworst krijgt. Maar je ziet wel meer gezinnen komen. Voor een club is dat... ik heb als liefhebber niks mee. Maar je kan de Kuip ook natuurlijk gewoon wel... Je kan het ook wel echt gewoon aanpassen natuurlijk. Je kan het ook wel, kijk, nu wordt het een beetje verslonst. Echt verslonst. Weet je wel. Dat je dus gewoon in de pis staat op de wc's. Ja, dat hoeft gewoon echt niet. Dan kan je gewoon een paar loodgieters laten komen. Dat het een beetje fatsoenlijk is. En dus laten we eerst daarmee eens gaan beginnen. En kijk, een nieuw stadion zal altijd wel wat nieuwe publiek trekken. Maar ja, de bedoeling is natuurlijk in dit specifieke geval dat Feyenoord er financieel wijs van wordt. Ja. Ja, dat is maar de vraag of dat gebeurt. Ja, kijk, en ook bijvoorbeeld de Arena vind ik geen vergelijksmateriaal. Want Ajax speelde in de meer waar er 20.000 in konden op het laatst. Ja, 30, maar dus ja, die zaten er niet. Ooit 30, maar op het laatst was er ook maar... Iets minder, ja. Nou, was 28.000 of zo. Maar ja, goed, Ajax heeft net de Europa Cup 1 gewonnen. Dus dan is het niet zo... Of de Champions League. Dus het is niet zo gek dat je dan een nieuw stadion... Was natuurlijk top van Europa toen dat ze een nieuw stadion gingen bouwen. Waar er veel meer mensen in konden. Maar ja, dat is bij Feyenoord natuurlijk niet het geval op dit moment. Dat je de top bent. Dus die vergelijking gaat al mank. Maar... Ja, het is natuurlijk zonde. Kijk, je kan echt wel een stadion verbouwen met respect voor het verleden. Dat is natuurlijk nu ook in Liverpool gebeurd. Ja, dat doen ze het heel goed. Ja. En, nou ja, goed. Ja. Dat ziet, ja, ik ben er vorig jaar geweest, dat ziet er schitterend uit. Ja. En, daar kunnen ze weer jaren tegenaan. En dat ligt eigenlijk ook helemaal niet zo gunstig, Anfield. Nee, maar goed, daar zitten een paar rijke Amerikanen achter. Die kopen dan een halve wijk op, zodat dat aan het stadion gespendeerd kan worden. Ja. Goed, als dat bij Feyenoord zou zijn, dan koop je lekker dat de parkeerterrein en die gebouwen ernaast op. En dan, maar ja, goed, ik heb makkelijk praten van de zijkant. Marco, we zitten nu een paar voetbalboeken door te nemen. Wat heeft jouw voorkeur? Stadions, spelers, publiek? Stadions. Ja? Maar wel stadions met publiek. Een aantal jaren geleden ging ik ook nog veel stadionnetjes af zonder publiek. Ja. Gewoon op een doordeweekse dag tufte ik naar België of naar Duitsland. De laatste jaren gaat mijn voorkeur wel uit naar wedstrijden. Omdat een stadion is een decor. En dat kan heel mooi zijn natuurlijk. Ja. Maar het komt pas tot leven als er mensen zijn. Als er gevoetbald wordt. Ja. En maakt niet uit op welk niveau. Maakt ook niet uit of het vol zit of niet. Maar dan komt het wel tot leven. En dan krijg je tafereeltjes. Er gebeurt van alles. Er wordt een of andere lullige loterij georganiseerd. Of... mensen gaan uit hun dak bij een doelpunt. Of de ballenjongen die zit even uit zijn neus te peuteren. Dat soort dingen. Dan kan je ervan genieten. Van dat soort details. Ja, dat soort details. Daar let je op. Ja. Daar ben je mee bezig dan. Hey, en kom je makkelijk binnen? Krijg je makkelijk een kaart? Over het algemeen lukt het goed. Ja, ik heb een perskaart. Ja. Maar in Engeland bijvoorbeeld is dat geen garantie op succes. Want daar heb je een verschrikkelijk bedrijf. Dat heet Dataco. En die gaat over de accreditaties. Ja, dat is bij sommige clubs houden zich daar heel strikt aan en dan is het onmogelijk om naar binnen te komen. En anderen die zijn daar weer wat makkelijker in. Maar dat is vooral in Engeland. Hallo. Hallo. Er komt even een stamgast binnen hier, Café Engelenburg. Hey, maar heb jij, we hadden vorige keer een podcast met Bras Broijmans, die graag naar Argentinië gaat. En die heeft ook de misschien voor veel mensen wat merkwaardig eigenschap, het voetbal zelf...
boeit hem eigenlijk niet. Mm. Maar meer als omheen en het stadion. En ik proef van jou, dat heb jij ook. Jij gaat niet voor die wedstrijd aanzien of er mooi voetbal wordt gespeeld, zeg maar. Nee, daar ga ik niet voor. Want ik ben voor dit boek ook bij hele kleine clubjes geweest. En dan is het voetbal dus vaak niet om aan te zien. Ik kijk er wel naar, hoor. Ik ben ook echt wel liefhebber. Maar ik kom voor het stadion, voor mensen. En niet voor die wedstrijd eigenlijk. Dus dat maakt me niet zoveel uit. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog jongens die gaan naar wedstrijden. Hè, jongens zoals Joris. Die willen het derby zien. Nou, dat hoeft voor mij ook niet. Ik wil het liefst een gewone wedstrijd. Waar niks aan de hand is eigenlijk. Waar business as usual is. Nou, dat vind ik het mooiste. Ja. Waarom is dat? Maar ik kan me voorstellen, bij een derby is het gewoon lekker haat en nijd. Ja, mooie dat klopt. Gezichten. Maar ja, dat hoeft van mij niet. Ja, het mag wel natuurlijk. Hè. Daar ben ik heus niet vies van. Maar het hoeft niet. Het is genoeg als er gespeeld wordt. En dan zijn er al genoeg dingen die er gebeuren. Ja. Dat is al speciaal genoeg. Hey, en dat is een beetje zo'n clichévraag. Want daarom ga ik hem natuurlijk stellen, want ik hang van clichés aan elkaar. Heb je ook een soort natte droom wat betreft dit soort foto's? Oh, dat zou ik nog een keer willen doen. Zo'n trip, daar naartoe, een boek over dat. Nou ja, ik heb nog een lijstje voor Final Whistle 2. Ja. Dus dat wil ik wel graag doen. Maar je hebt natuurlijk ook andere mooie voetballanden. Ik wil heel graag nog een keer naar Mestalla. Daar ben ik nooit geweest, Valencia. En in Italië staan ook nog wel een paar stadions waar ik heel graag naartoe wil. Fiorentina bijvoorbeeld. Daar ben ik een keer geweest toen het leeg was. En heel heet in de zomer. Maar je ziet heel vaak foto's van wedstrijden van Fiorentina zo in november, december. Dan is daar ook gewoon kut weer. Ja. En dat is wel heel mooi. Is dat lekkerder eigenlijk? Kut weer, lucht, dan een mooi zonnetje? Voetbal hoort in de winter. Ja? En hoort niet in de zomer. Nee. Dat vind ik echt helemaal. Als voetballertje zelf, ik heb heel lang gespeeld zelfs op een heel laag niveau. Maar als het warm was, nou, dan was ik nog slechter dan anders. Ja? Ja. Hey, je had het net over Final Whistle. Voor de luisteraars die denken, die wil ik hebben. Ja, helaas, het is uitverkocht. Ja. We zijn nog even de mogelijkheden aan het bekijken. Misschien een herdruk, maar daar zijn we nog niet uit. Maar... Ik hoor dat Copa er ook nog een paar heeft liggen. Ja. Okay. En anders de dark web. Of, we gaan het toch even over hebben. Want waarom deze 21 stadions? Dit zijn wel topstadions voor mij dan. En, een paar jaar geleden ben ik echt wel begonnen met zonder de bedoeling om er een boek van te maken. Een beetje aangestoken door Joris van der Wier. Die kwam iedere keer zo van, dit is ook wel echt iets voor jou. Dit zou je toch eigenlijk wel moeten zien. En dan ben ik gaan beginnen met die stadions bezoeken. En op een bepaald moment had ik een mooie reeks. En toen dacht ik van, we moeten eigenlijk ook iets meer mee gaan doen. En toen zijn we in gesprek gegaan erover. En dan waren we eigenlijk vrij snel uit om een boek te gaan maken. En daarna ben ik doorgegaan met tripjes maken. En daar is dit boek van gekomen. En de eerste was Bexhill United, hè? Ja, toen was je een weekendje weg met je vrouw. Kijk nou! Wat heb je gespeeld? Wat toevallig. Zo werken was het niet. Nee, we waren 2 weken in Engeland, in Zuid-Engeland, op de Bonnefoy, reden we daar een beetje rond. En, dat was heel leuk. Ja, goed, ik ben natuurlijk ook altijd, hè. Waar zitten we nu? En wordt er misschien nog een wedstrijdje gespeeld? Ja, we zijn toch in Engeland, waarom niet? En ik kende Bexhill United van plaatjes. En toen zag ik dat ze op een dinsdagavond een thuiswedstrijdje speelden voor een of andere vage beker. Ja. Dus toen zijn we daar samen naartoe gegaan met de hond ook. Die mocht ook mee naar binnen. En dat was geweldig. Die hebben eigenlijk stelt het niks voor, Bexhill. Maar die hebben één tribune. Maar die is wel heel erg mooi. Het is een houten ding en heel oud en... dat was heerlijk. En we zaten daar op de tribune in eerste instantie om gewoon eventjes naar die wedstrijd te kijken. En zal 30 man op die tribune hebben gezeten. Maar er kwamen af en toe achter ons van die oerkreten los bij mensen. Bij een wedstrijdje van niks. Maar daar kwam vanuit hun ziel kwamen die kreten. En toen dacht ik van, dit is het wel. Dit is wel de ultieme voetbalsfeer. Hè. Het gaat er niet om of het vol zit daar, maar die,
bij die mensen zit voetbal in het bloed, in die landen. En ja, daar werd daar nog maar eens even iets duidelijker. Voor ja. En voor degenen die je boek hebben, de hond staat ook op de foto. Ja, klopt. Hier, ja. Zie ik hem staan. Hey, we hebben nu een foto voor ons over twee bladzijden met een flatgebouw op de achtergrond. Ja. Een kleine tribune. Mooi groen veld trouwens. Ja. Een vrouwelijke grensrechter, volgens mij. Ja, of een man met een knutje, maar... Een hipster. Ja. Hey, maar waarom deze, het is een beetje voor de hand liggende vraag, maar waarom deze 21? Waarom niet? Waarom staat, ja, dat is natuurlijk een heel voor de hand liggende vraag, waarom staat City of Manchester Stadion er niet in? Wat zeg, welke bedoel je? Het Etihad Stadion. Die is voor mij niet interessant. Wat? Voor heel veel mensen wel natuurlijk. Manchester City is een grote naam. Fantastische voetballers lopen daar rond. En, maar voor mij is het niet interessant. Omdat het is te nieuw. En ik vind ook... Het is ook weer zo'n stadion waar weinig fantasie is gebruikt. Je ziet ze, dat soort stadions zie je wel meer. Arsenal lijkt erop. Nee, ik hoef daar niet te zijn. Nee. Hey, en jij zei net van plannen voor een Final Whistle 2. Misschien kan je daar wat meer over vertellen? Nou ja, gaandeweg leg je een lijstje aan. Mm-hmm. En ik heb voor dit, hier staan dan 21 stadions in. Ik heb er meer bezocht natuurlijk. Dus een aantal is afgevallen. Ik ben ook bij een aantal clubs geweest waar ik niet op het veld kon komen. Door die dataco, omdat daar gewoon niet doorheen kwam. Maar dan wil ik toch nog wel een tweede poging wagen. Want die zijn zo. Ja, dan heb je bijvoorbeeld over Carlisle. Die speelde vierde niveau in Engeland. En, wacht even, dan kom je door zo'n hippie. Nou, kunt hij wel gewoon zeggen, door zo'n kutbedrijfje kun je daar niet een mooie plek hebben. Daar komen we gewoon het veld niet op. Oké. Ik vind altijd. Bij Carlisle? Nee. Okay. Terwijl ik bij. Ik ben op dezelfde trip ben ik ook bij Barnsley geweest. Die speelt twee niveaus hoger, Championship. En die mailde ik en had ik binnen 10 minuten reactie. Oh, leuk, kom maar. Ja. En we leggen alles voor je klaar en dan was ik perfect geregeld. En Carlisle heb ik echt maar 10 mailtjes naar gestuurd. Die reageerde eerst gewoon niet. En later was van ja, dataco, daar kunnen we niet aan beginnen. En dan, ja, daar kwam ik gewoon echt niet doorheen. Bizar, hè? Ja. En zo'n boek over Italië, zei je net, dat zou ook nog een van de mogelijkheden kunnen zijn. Ja, zeker. Zeker. San Siro. Fiorentina. San Siro gaat misschien verdwijnen. Ja. Fiorentina gaat misschien ook verdwijnen. Bologna is mooi. Genua is mooi. Ja, ja, dat is wel een mooi voetballand. Ja. En Spanje? Heb je daar... Mestalla, Valencia. En Real Betis. Ook een heel mooi, dat is een nieuw stadion. Ja. En het is fantastisch. Dus het kan wel. Ja. En daar zou ik heel graag een keer naartoe willen. Ja, ja, ze zijn er echt wel. Ik heb nog wel een aardig lijstje. Ja. En er is ook een hele grote groep mensen die vindt voetbal in Oost-Europa. Heb jij daar iets mee met die stadions? Niet speciaal. Nee. Ik heb geen echte Oost-Europa fetish. Nee. Er staat nu natuurlijk wel veel oude meuk. Dat zie je regelmatig op Twitter en social media. Er zitten zeker mooie dingen bij, maar het is niet zo dat het me heel erg trekt. Ja. Nee. Net als landen als Zweden, Noorwegen. Ja, ik ben een jaar of 5, 6 geleden ben ik in Stockholm geweest voor de Stockholm Derby. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja? Ja, dat is echt heel erg. Nu een gloednieuw stadion met heel, heel naar kunstgras, een soort hockey kunstgras. Met hele, hele nadrukkelijk aanwezige ultras die al dagen van tevoren in het stadion van alles aan het voorbereiden zijn. Ja, nee, dat vind ik echt zaaddodend, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus daar zullen wij ook niet zo snel naartoe zien gaan. En Duitsland bijvoorbeeld? In Duitsland heb je wel een aantal leuke dingen. Maar de mooiste vind ik het Elmveldstadion van Neunkirchen. Ja, we spelen die wel. Ik weet niet eens welk niveau die gasten spelen. Ja. Heel laag. Maar dat is een heel mooi stadion. Verder vind ik het ook niet echt fantastisch. Ja, Dortmund is natuurlijk buiten categorie met die gelbe wand. Daar moet je een keer geweest zijn. En daar ben ik dan gelukkig ook een keer geweest. Ja, voor staantribune. Voor staantribune. Die waarschijnlijk nu op het moment van uitzenden uit de winkel is. Maar nog wel nabesteld kan worden in de webshop. Ja, altijd. Af en toe wat commercieel praatje doen. Commerciële hond, ja. Hè. Ja.
Dus nee, maar Duitsland is, ik vind Duitsland ook niet echt een voetballand. Nou. Hey, je hebt hier nog een mooi boek bij je voor de luisteraar. Goal door Leo Pagano. Dat alles is over voetbal voor jong en oud. Ja. En kan je vertellen wat er hier zo mooi aan is? Leo Pagano is een radioverslaggever, voor mensen die niet kennen. Het is een boek waar je de plaatjes bij moest verzamelen. En, bij wat? Bij, was het kauwgom, sigaren? Dat weet ik eerlijk gezegd even niet. Maar het boek zit vol. En er zitten echt fantastische plaatjes in. Ook nog van de Bosuil, ook van het Olympisch Stadion, waar ik ook heel veel geweest ben. Even dus voor de mensen die het niet kennen. Dit is geen Panini-boek, maar het heeft er iets van weg. Niet helemaal vol met plaatjes, maar ook heel veel tekst. Een soort Panini avant la lettre. Ja, ja, ja. Want ik weet niet precies van wanneer het is. Ik denk jaren 50. En hoe kwam je hier aan? Nou, dus een beetje. Ik heb dit boek ooit geleend van een klasgenoot op de kunstacademie. Al gejat, ja. Ja, nou ja, en ik heb het nooit meer teruggegeven. Ja. Hij kan ons bij ons melden, Edwin, denk ik. Ja, hij weet er inmiddels van. Ja. Ik ben hem een paar jaar geleden tegengekomen. Ja. En heb ik gezegd van, ik heb nog steeds dat boek van jou. Hij zei, oh, lama. Ja. Was ook dus, de wederopzet, denk ik, toch, als je zoiets zegt? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. 1949, 1950 is het boek. Toch? Ik zie hier Sinterklaas, denk ik. Ja. Zonder Piet, Zwarte Piet. Mooie wedstrijd ook. Ja. Ja, er staan technische en tactische tips in. En, misschien een hele rare vraag even. Om een klein zijstapje komen we zo op terug. Als ze jou ooit benaderen als clubfotograaf? Nou, ik heb het heel lang gedaan bij NAC. Stel dat ze nou, en ik laat het even wat lulliger maken, maar gewoon even voor het verhaal. Ze benaderen jou bij Willem II als clubfotograaf. Nee, joh, dat kan toch niet. Nee, Willem II niet. Nee. Dat zou toch wel een soort verraad zijn. Maar zou je bij NAC nog achter het doel zitten? Want kijk, nu fotografeer je stadions en allemaal details. Maar echt wedstrijdfotografie, dat is toch niet echt jouw ding? Nee, ik zou het best willen doen. Zeker bij NAC, maar dan niet heel het seizoen. Want dat is toch wel heel intensief. Dus niet in een soort social media team gaan zitten voor de foto's? Nee, dat hoeft voor mij niet per se. In ieder geval niet alle wedstrijden. Een aantal wedstrijden per seizoen zou ik best leuk vinden. Maar niet meer heel het seizoen, want dat is... dan ben je echt elk weekend weg. Ja. En dan ben je ook altijd met dezelfde club bezig. En wat ik nu doe is heel leuk, want het komt overal. Ja. Maar je bent nog steeds NAC supporter. Ja. En je zal ook wel eens tijdens de wedstrijd van NAC ergens anders zitten. Hoe kriebelt dat niet? Jeukt dat niet? Om weer terug te gaan? Nee, dat je denkt, ik zit nu bij Noinkirchen, maar NAC speelt tegen, weet ik wel, de Graafschap. Nee, want je merkt ook wel dat je iets meer afstand hebt. Dus dat echt, ik hou natuurlijk heel goed bij wat NAC doet en waar ze staan en... Maar ik hoef niet meer per se overal bij te zijn. Nee, die drang die is wel weg. Het is een beetje toch ons soort jongens, hè? Waar wij het vroeger over hadden toen de staantribune begon. Ik denk dat er meer dat hebben. Jij gaat nou echt wel trouw naar zo'n beetje elke wedstrijd van Feyenoord, heb ik het idee, Jim. Ja. Bij mij is het ook wat versleten, moet ik zeggen. Ik denk dat het voor meer mensen geldt. Terwijl mijn liefhebberij is alleen maar toegenomen, maar het is denk ik wat breder geworden. Ja. Nou ja, goed, ja, op een gegeven moment dan heb je natuurlijk alle staaners heb je al... 20 of 30 keer gezien of zo. Ja, dus de nieuwigheid gaat natuurlijk een beetje vanaf. En in Nederland is nou ook niet meer met de hoek van uitwedstrijden dat het nou echt berengezellig is natuurlijk. Met allerlei combi-regelingen en allerlei andere vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus daar gaat de lol er ook wel een beetje vanaf. Ja, en als je dan over de grens gaat, dan zie je weer een nieuw stadion. En je kan overal een biertje drinken in Engeland of België, ja, dat is natuurlijk wel aantrekkelijk dan in Nederland. Waar zeker op de lagere niveaus. Ja. Dus, ik kan me voorstellen dat mensen regelmatig een uitstapje maken. Ja. Hey, we hadden het er eerder over, als jij dus, ik neem aan, je gaat met je vrouw lekker een trip maken. Fototoestel gaat altijd mee? Ja. Ja? Ja, zeker. En wat vindt ze ervan? Oh. Ze heeft niks met voetbal. Ze vindt het prima. Ik ga ook vaak alleen hoor. Dit weekend ga ik naar York bijvoorbeeld. Die gaan weg uit een stadion. Dan gaat ze niet mee. Dan vindt ze het ook prima dat ik alleen ga. Ja. York is op zich nog leuk natuurlijk om heen te gaan. Ja, het schijnt een leuke stad te zijn. Dus ik ben er nog nooit geweest. Hij gaat toch vooral voor het stadion. Je wil toch een mooie reportage maken daar. Dus dan, door die stad nu een beetje kan banjeren is leuk. Ik ben bijvoorbeeld in
vorig jaar in januari ben ik naar Southend geweest. Toen was ik ook alleen. En dan, dat is een badplaatsje. En ik ging voor de wedstrijd natuurlijk. Dus ik kwam op vrijdag aan en dan ga je even bij het stadion kijken. Vervolgens ga je naar je hotel en dan, dan ga je even een stukje over de boulevard wandelen. Maar dan zie je, dan is het echt, ja, dat is echt helemaal niks. Ja. In januari. Dus het is er niet echt heel vrolijk van. Ja, goed. Ja. Hey, en maar het is toch genieten zo'n tripje uiteindelijk. Ja, toch wel een terugtripje. Hey, en van tevoren, want nu met internet kun je het van tevoren het stadion bekijken. Die is leuk, daar ga ik niet naartoe. Of daar heb ik wat minder mee. Haalt dat een beetje de charme ervan af? Als je het vergelijkt met vroeger, ik ging naar de Boszuil voor de eerste keer. Ik had geen idee. Ja, tuurlijk. Die kick die ik die allereerste keer bij de Boszuil had, die heb je nu niet zo snel. Nee. Ook niet als je een stadion ontdekt waarvan je ontdekt dat je voor het eerst naartoe gaat. Je denkt, jezus, dit is nog beter dan op de foto's. Ja, kijk, foto's zeggen niet alles die je op internet vindt. Ja. Dus je kunt echt nog verrast worden door bepaalde hoekjes. Door details die je op foto's niet ziet. Hè. Dus, maar die totale verrassing die is er natuurlijk vanaf. Het heeft als voordeel dat je minder teleurstellingen hebt. Want je weet wat je kunt verwachten. Ik ga zaterdag dan naar zo'n wedstrijd in York. Ik weet wel wat ik kan verwachten. En ik kan me een beetje voorbereiden. Dus dat is wel prettig. Maar de echte verrassingskick is er wel vanaf. Ja? Ja. Is jammer eigenlijk, toch? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant kun je efficiënter werken. Ja. Dus stel je voor dat je daar naartoe gaat en het valt gewoon echt vies tegen. Ja. Dat is toch zonde van die 3 dagen. Ja, maar dat goed. Ja. Dan krijg je weer het verhaal zonder diepe dalen. Geen ja, vinken is lijden. Ja, er zijn mensen die zeggen dat. Dat vind ik onzin. Ja. Want ik bedoel, zo vaak ga je niet naar Engeland. Je zit daar niet elk weekend. Ja. Dus als je dan kunt uitsluiten dat het niet goed is, dan vind ik dat toch wel prettig. Ja. Zit je ook stiekem te kijken naar, of stiekem, zit je ook naar andere fotografen te kijken? Oh, dat is gaaf. Of zoiets zou ik ook wel willen? Nee, niet echt. Niet echt? Kijk, ik heb natuurlijk Stuart Roy Clark, wat echt de top is op dit gebied. Ja, als ik die foto's zie, dan ben ik wel eens jaloers. Ja. Van, die is natuurlijk ook in een geweldige tijd, heeft hij die foto's gemaakt van al die stadions voor die verbouwingen. En het is ook gewoon een geweldige fotograaf. Ja. Dat is wel een voorbeeld. Maar verder, nee, niet echt. Ja, dat kijk ik niet echt. In het magazine, hè? Ja. Foto's van Stuart. Ja, goed, en daar zie je hoe goed die man is. Maar is die, ik bedoel, ik heb er geen verstand van, is die goed of zoekt hij gewoon naar originele hoeken? Oh, daar staat een jochie om het hoekje te kijken. Ja, maar daarom is hij zo goed dat hij dat ziet. Hij ziet het. Ja, ja. Ja, ja. Hij ziet dingen die andere mensen niet zien. Nee. En dat is gewoon al echt heel goed. En volgens mij werkt hij ook nog voor een groot deel analoog. Dus dat is nog moeilijker. Want dan zit je met een onhandige middelformaat camera bijvoorbeeld, dat werkt niet zo praktisch. En hij kan ermee uit de voeten. Nou ja, oké. Ja, dus dat is echt wel goed. Hey, en heb jij nog bepaalde toekomstdromen wat betreft voetbalfotografie? Ja, tuurlijk. Ja, wat ik net al zeg. Hè. Ik wil best een deel 2 maken van Final Whistle. Er is sprake van dat we een boek gaan maken over Belgische stadions. Maar daar heb ik al heel veel van. Mm-hmm. Dus daar hoef ik eigenlijk niet meer zo heel veel voor te doen, mocht dat er komen. Ja, wil ik nog wel een keer naar andere landen. Ja, zoals de trip naar Argentinië die jouw staantribune collega gaat maken. Ja. Ja, dat zou ik ook wel willen. Zuid-Amerika in het algemeen ook. Daar is nog zoveel. En dat is een totaal andere wereld natuurlijk. Maar ook heel puur. Mensen zijn daar gewoon echt helemaal gek van voetbal. Ze zijn daar dag in dag uit mee bezig. Bijna ziekelijk en obsessief. Ja, dat is natuurlijk geweldig voor een fotograaf. Ja. En dan in combinatie met die oude stadions die daar nog staan. Ja, dat is wel een droompje. En een fototentoonstelling? Daar wel eens over nagedacht? Ik heb er nooit echt over nagedacht, maar waarom niet? Altijd leuk. Ja, alleen nog even ruimte zoeken. Misschien meldt zich nou iemand bij de redactie. We houden ons aan een mooi pand heeft staan waar we die foto's kunnen tentoonstellen. Ja. Zou mij wel heel erg... dat is het nog nooit... Dus bij mij het mooie is wel zo'n expositie. Dat je bijvoorbeeld foto's op een heel groot formaat daar kunt laten zien. Ja. En hoe groter een foto, hoe mooier. Zeg je dat maar.
Hey, stel, hè, laten we er even op voorbeduren. Want deze podcast wordt door tienduizenden mensen beluisterd. Dus dat lijkt me ook niet zo'n probleem dat zich een gegadigde aandient. Zeker. Hoe moet je in hemelsnaam kiezen tussen al die foto's? Ja, heb jij een joekel van archieven, heb ik het vermoeden. Ja, tuurlijk. Je gaat naar zo'n wedstrijd en je maakt toch echt wel veel foto's. Je bent gedurende de wedstrijd de hele tijd bezig. Ik denk niet dat er een minuut voorbij gaat dat ik niks maak. Dat is een beetje een handigheidje waardoor de jaren heen hebt gekregen. Ook met andere klusjes natuurlijk. Ik doe ook wel symposia of andere zaken. Dan maak ik ook veel foto's. En dan is het een kwestie van er doorheen struinen. Maar ik pik vrij snel de goede foto's eruit. Mm-hmm. Hey, en kunnen mensen ook bij jou foto's... Ik krijg wel eens een vraag van, ik wil een foto van de Bosuil of van NAC, mm-hmm, bijbestellen. Kan dat? Het gebeurt wel. Ik heb nog niet op mijn site deslagvelden.nl heb ik nog niet echt een mapje waar je dat kunt doen. Of een hoekje. Maar het kan. Ik krijg vrij regelmatig mailtjes van mensen die iets willen bijbestellen. Dat kan. Ja. En misschien moet je het ook eens met de Staattribune zoiets gaan doen. Ja, voor mensen die een echte Magielse zo aan de muur willen hebben, zo in de woonkamer. Waarom niet? De Bosuil. Boven de haard. Ja, gisteren heb ik toevallig twee foto's van de Bosuil weer geplaatst op Instagram. Mm-hmm. De oude Bosuil. En dan merk je hoe dat nog leeft. Want dan krijg ik echt heel veel reacties op. Ja. Heel veel mensen kijken en heel veel volgers erbij op één dag. Ja. Dus dan merk je echt dat dat nog leeft. Dat is een soort oude dingen. Leuk. Ja. Nou, ja, genoeg plannen. En die tentoonstelling, die hebben we net afgetikt. Die gaat er komen. Moet je maar even regelen. Ja, vind ik ook. Leuk, Marco. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, ook bedankt. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.